Staatsolie heeft als onderdeel van zijn sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid het initiatief genomen om de leefomgeving van 12 sociale instellingen te verbeteren. Het gaat om verschillende kindertehuizen, bejaardentehuizen en instellingen voor mensen met een beperking in 7 districten. De werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd bij deze instellingen zijn voornamelijk bouwkundige renovaties, aanleg of verbetering van elektra en aanschaf en installatie van sanitair. De totale investering van 11 miljoen SRD bestaat uit een staatsoliefinanciering van 8,8 miljoen SRD en een geschatte bijdrage van 2,2 miljoen SRD van de aannemers. Het doel is bij te dragen aan de zorg die de doelgroepen verdienen. Het streven is om het project nog dit jaar af te ronden.